Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we het niet heel goed zien, maar we hebben te maken met een klein lage drukgebied wat langs de westkust naar het zuiden trekt. Bij dit lage drukgebiedje hoort ook wat neerslag in de vorm van regen en die plant inwaarts ook nog wat natte sneeuw of sneeuw. De neerslag valt vooral in het westen, midden en zuiden van het land. In het noordoosten is het droog, maar komt ook mist voor. Verder kan het daar nog glad zijn door aanvriezing. Later vandaag trekt de meeste neerslag naar het zuiden weg, maar een enkele bui blijft mogelijk en het wordt zo'n 3 tot 6 graden. Vanavond zakt de temperatuur weer terug naar een graad of 2 en er waait een matige aan vrij krachtige wind uit het westen tot het noordwesten. Dan morgen hebben we veel bewolking, soms schijnt even de zon, verder trekken de wind tussen buien over het land. Er kan sneeuw bij zitten, maar ook hagel en zelfs een klap onweer is niet uitgesloten. Het wordt 3 tot 5 graden bij een matige aan vrij krachtige noordwestenwind. Op dinsdag is het aantal buien afgenomen. Veel zon hebben we nog steeds niet. Maar woensdag en donderdag is het overwegend droog en gaat de zon wel geregeld schijnen. De middagtemperatuur zakt geleidelijk van 4 naar 2 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.